ZZM, Studio Zuiderzeemuseum, is een dynamische studio, een werk- en een leerplek. En wat gebeurt er juist in die werk- en leerplek? Nu, we zien dat enerzijds de studio als een werkplek, dus eigenlijk waar ambachten kunnen geherdefinieerd worden, waar designers in dialoog gaan met de ambachten en de ambachtslui van het museum. En waar die dialoog en die uitwisseling eigenlijk voorop staat in alle projecten. Daarnaast zien we een studio ook als een leerplek, dus waar je eigenlijk op een ander niveau en een ander ritme dingen kan leren. Dat kan gaan over het connecteren van stukken uit het museum naar het heden. Nieuwe verbindingen leggen, die aangereikt worden door de designers ook. Maar waardoor je eigenlijk naar die historische stukken op een andere manier gaat kijken.